welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een leuke video, want morgen is het Valentijn, 14 februari. En zoals elk jaar maak ik weer een mooie Valentijns look. Normaal ga ik voor rode kleurtjes, vandaag ga ik het een klein beetje anders doen. Ik ga vandaag voor een mooie roze look. Het is heel mooi draagbaar, maar toch wel een beetje een unieke look. En ik ben echt super enthousiast om deze look te maken. Deze look had ik al online gezien een aantal maanden geleden. En ik had toen al gelijk in mijn hoofd, dit is de look die ik ga maken voor aanstaande Valentijn. Dus voor iedereen die iets gaat doen met een Valentijn is deze look geschikt. Als jij een vriend hebt, een man en je gaat uit eten. Of je bent vrijgezel en gaat gewoon met een vriendin of een vriend iets eten. Deze look is gewoon geschikt voor iedereen die gewoon morgen iets gaat doen. Of eigenlijk gewoon whatever je ook gaat doen. Deze look is gewoon heel mooi, heel romantisch, heel flirterig. En ik persoonlijk vind hem echt ideaal voor Valentijn, voor op een date. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up. En ik ga de contouren onder foundation make-up techniek doen vandaag. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. Het staat al op mijn kanaal, mocht je hem hebben gemist. En dat houdt in dat ik concealer en contour aanbreng onder mijn foundation. In die video kwam ik erachter dat dit echt prachtig is. Dus ik wil het vandaag weer gaan doen. Ik ga wel eerst mijn gezicht primen met mijn Clarins SOS primer. Dit is een hele mooie glowy primer. En terwijl ik deze primer aanbreng, ben ik heel benieuwd naar wat jullie allemaal gaan doen. Hebben jullie überhaupt een Valentijn? Of helemaal niet? Net als ik. Ik heb er weer geen. Ik heb er al 6 jaar of zo geen. Ik ben al zo lang vrijgezel, jongens. Maar ja, dat ligt ook wel echt aan mij. Want I take no crap. Dus ik ben echt gewoon snel weg als ik zie dat een man niet normaal kan doen. Maar ja, ik heb dus gewoon weer geen Valentijn helaas. Maar ja, het boeit me echt helemaal niks. Ik vind het wel altijd gewoon heel leuk om andere mensen te zien en verliefd te zien zijn, et cetera. Dus let me know wat jullie allemaal gaan doen. En als je geen Valentijn hebt als ik, wat ga je doen? Het is gewoon een maandag, dus ik denk dat de meeste mensen gewoon gaan werken of vandaag iets gaan doen in het weekend. Oké, dan ga ik dus nu eerst contouren met mijn Huda Beauty Contour in de kleur medium. Een best wel heftige contour, ideaal voor deze make-up techniek. En alle vrijgezelle dames, net als ik, wij hebben gewoon elkaar. Jongens, wees niet al te verdrietig. Zijn er echte mensen die er echt mee zitten? Ik persoonlijk echt totaal niet. Like, wat verandert het? Ik ben vandaag vrijgezel. Morgen ben ik vrijgezel. Overmorgen vast ook. Dus voor mij maakt het niet heel veel verschil. Maar ik denk persoonlijk niet dat ik iets ga doen. Ik persoonlijk vind Valentijn gewoon echt iets voor als je echt een stel bent of whatever. Ik ga echt niet helemaal single en alleen iets doen. En voor alle vrijgezelle vrouwen die iets forceren alleen maar om een Valentijn te hebben op een Valentijn. Jongens, doe het niet. Je gaat al die moeite doen voor niks. Just be single and happy en ja, yeah, whatever. Maar ja, ik heb al jaren geen Valentijn omdat ik echt gewoon I take no shit. Ik ben heel snel klaar met een persoon. Misschien af en toe wel iets te snel. Ik kan ook wel een beetje hier en daar overdrijven. Maar als ik met een man ben en ik zie al bepaalde dingen, bepaalde karaktereigenschappen waar ik gewoon echt niet van hou en ik weet dat het iets is wat toch niet gaat veranderen. Ja, dan ben ik er eigenlijk al wel heel snel klaar mee. Dus het ligt wel een beetje aan mezelf dat ik al zo lang alleen ben. Voor concealer gebruik ik mijn e.l.f. concealer in de kleur Medium Sand. Maar mensen, ik moet echt zeggen, ik blijf liever alleen. Ik ga liever alleen dood dan dat ik met iemand ben die mij helemaal niet happy maakt. Dus ik ga gewoon ook absoluut niet voor iets wat minder is dan dat ik denk dat ik verdien. Dus ja, ik weet ook gewoon wat ik te bieden heb. En ja, I won't settle for less. Dus ja, ik ga echt letterlijk liever alleen dood dan dat ik met iemand ga zijn. Gewoon puur om alleen met iemand te zijn en helemaal niet happy ben. En mensen, dat is ook echt mijn advies aan jullie. Ga niet overdreven kieskeurig zijn en zo. Maar heb gewoon jouw bepaalde eisen en hou je er ook aan. Dus ja. En op een dag, je gaat echt gewoon die man vinden. Daar maak ik me echt niet druk om. Ik vind ook wel dat de generatie van nu, mijne, echt veel te snel opgeeft. Iedereen geeft gewoon zo snel op. Alsof mensen gewoon maar vervangbaar zijn. Als er iets niet zit, is iedereen gelijk weg. Inclusief ik ook af en toe. Maar ik vind ook wel dat mensen, inclusief mezelf, dit is ook een advies aan mij, van houd een beetje vol. Ga niet gelijk bij het eerste beste weg. Want mensen zijn gewoon eenmaal niet perfect. Ik ga echt alleen maar weg als het echt iets is waarvan ik echt weet, dit gaat gewoon niet een matchen met mij. Maar voor de rest, ja, ik vind toch wel dat mensen nou veel te snel elkaar vervangen. En denken elkaar snel te kunnen vervangen, et cetera. Terwijl vroeger, als een man en een vrouw met elkaar trouwen of whatever, of gewoon met elkaar zijn, de kans was zo klein dat ze uit elkaar zouden gaan. Terwijl nu gaat gewoon iedereen super snel uit elkaar. Dat vind ik altijd wel een beetje jammer om te zien. Kijk, als je man vreemd gaat of whatever, ja, dan ga je gewoon uit elkaar. Maar ik praat hier nu meer over een beetje onzinnige shit. En dat men gewoon te snel opgeeft. Dat vind ik wel jammer. Oké, ik weet niet waarom deze video in een hele therapie-sessie is veranderd.
Nou, de hele contour en concealer zit erop. Dan ga ik in met een licht dekkende foundation. Ik ga in met mijn LA Girl Tinted Foundation in de kleur tan. Deze is echt ideaal voor de look van vandaag. En die breng ik gewoon zo een klein beetje aan. Niet al te veel. Gewoon een klein beetje. En dan blend ik het uit met een kwast. Want dan hou ik toch net iets meer dekking. En dat vind ik wel gewoon beter met deze look. Jongens, deze make-up techniek is echt amazing. Mijn gezicht ziet er weer zo mooi en natuurlijk uit. I love it. Dit is nou de tweede keer dat ik het doe. En het stelt ook weer echt niet teleur. En dan ga ik er nog wel zo met mijn spons helemaal overheen. Zodat alles mooi in elkaar blendt. En dan ga ik nog een nieuwe make-up techniek erin knallen. Ik ga in met een cream blush. Maar die ga ik zelf creëren met een lipstick en mijn foundation. Deze hack heb ik in de laatste TikTok video getest. En het is echt een super goede hack. Pak gewoon een rode liquid lipstick. Breng een druppeltje aan op je hand. En dan ook een druppeltje foundation. En dan dat gewoon zo mixen met elkaar. En je krijgt dan echt een prachtige blush. Zo, dit is dan ongeveer de kleur die ik wil hebben. Ik heb wel echt veel te veel product aangebracht, maar oké. Dan breng ik dit gewoon zo aan op mijn wangen. En dan uitblenden. En omdat dit een matte liquid lipstick is, wordt het ook helemaal zo mooi mat straks. Echt geweldig. En dan blijft het gewoon de hele dag goed zitten. Ik gebruik vandaag allemaal nieuwe make-up technieken. I love it. Echt super leuk dit. Dan is het tijd voor poeder. Ik ga in met mijn Elf Halo Glow poeder. Dit is zo'n poeder met een hele lichte glans erdoorheen. Ideaal voor deze glowy look. En de poeder breng ik dan aan overal waar ik concealer heb aangebracht. En ik druk het gewoon zo in met mijn beauty blender. Niet al te veel. Gewoon genoeg. Zodat alles gewoon goed op zijn plek blijft en niet gaat creasen. En dan natuurlijk ook mijn neuscontouren met mijn Revolution paletje. En ik gebruik deze bruine kleur. En dan pak ik een klein beetje van die gele bananenkleur. En die breng ik zo hier aan op mijn neus. Want dan lijkt mijn neus straks iets smaller. En dan natuurlijk ook aan de andere kant. En dan wat MAC Fix Plus om alles goed te hydrateren. Nou, mijn gezicht ziet er echt al topje uit. Het is nog niet klaar, maar ik ga nu beginnen aan de ogen. En ik heb onlangs een oogschaduwpaletje ontvangen in PR. En het is het ideale paletje voor deze Valentijn look. En dat is dit Be Mine Valentijns paletje van Morphe. Deze is nieuw en echt ideaal voor deze look. Kijk even deze prachtige kleuren. Mooie roze, roodachtige kleurtjes. Echt ideaal voor de look die ik wil maken. En ik wil vandaag een beetje een rozige smoky eye maken. Dus ik wist gelijk, deze ga ik gebruiken. Dus laten we dit gaan doen en inzoomen. Op de ogen. Oh, by the way, voor de mensen die het misschien ook hebben gemist, ik heb al een andere Valentijn video gemaakt waarin ik de Valentijn collectie van She Glam heb getest. Ook die video staat op mijn kanaal en dan heb je wat extra Valentijn inspiratie, mocht je hem hebben gemist. Oké, laten we beginnen. Ik heb al gepruimd met concealer, dus dat kunnen we overslaan. Ik ga in met een licht roze matte kleur, die heet Sugar Sugar. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast en die gaat in mijn hele arcadeboog en ik blijf een beetje zo binnen. Ik maak van dit soort ronde bewegingen. Want het wordt een beetje een ronde look. Wauw, dit is echt een prachtige roze kleur. I love it. Dan ga ik in met de iets fellere roze matte kleur. Die heet My Treat. Die kleur gaat ook in de arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En ik richt me vooral hier op de hoek. Wow, deze kleur is echt super fel. Oké. Deze is feller dan dat ik had verwacht. Maar wel echt heel mooi. Dan ga ik die twee roze kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dit paletje is zo goed gepigmenteerd. Ik ben echt gewoon een beetje in shock. Dan ga ik deze roze glanzende kleur aanbrengen. Die heet Hug Me. Die pak ik gewoon een beetje met mijn vinger. Wow, ook echt een hele fel roze kleur. En die gaat over mijn hele ooglid. Wow. Dit is echt super gepigmenteerd. Heel dit paletje is zo goed gepigmenteerd. Ik ben echt in shock. Die matte kleuren waren dat ook al. Ik heb dit paletje dus nog nooit gebruikt. Maar ik ben echt aangenaam verrast. En dan pak ik weer een beetje van die roze felle kleur. Om het hier weer een beetje in te blenden met die glanzende kleur. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Die heet Call Me. En die ga ik zo aanbrengen in de binnenste ooghoeken. En dan wil ik die kleur hier binnen ook een beetje zo omhoog trekken. Want dan heb ik zo hier ook zo'n vleugje wit. I love it. Wow, dit is echt allemaal heel mooi. Dit paletje is zo goed. Dan breng ik een nude oogpotloodje aan in mijn onderste waterlijn. Deze is van Planet Revolution in de kleur nude. Hij heet gewoon letterlijk nude.
Dit potloodje is ook echt super gepigmenteerd. Zo goedkoop en zo fijn. I love it. Dan is het nu tijd voor een winged eyeliner. En vandaag ga ik iets unieks doen. Iets wat ik nog nooit heb gedaan. In plaats zwart ga ik voor een witte eyeliner van Makeup Studio. Hun zijn uitgekomen met echt een heleboel verschillende kleuren. Zwart en bruin had ik al. En nu heb ik ook een witte van hun. Een rode en nog een paar andere kleuren. En ik dacht, ik ga vandaag deze witte aanbrengen. Ik hoop dat het mooi gaat zijn. Ik ben echt een beetje bang. Maar ik wilde vandaag een beetje voor iets unieks gaan. Oké, laten we het gewoon doen. Ik vind het echt zo raar, maar ik vind het wel iets hebben. Ik vind hem ook echt heel goed. Hij is echt super wit, heel gepigmenteerd. Dit is zo apart. Ik denk dat we het echt eventjes moeten zien met de hele look af, wimpers en alles, voordat we gaan oordelen, oké? Ik ga nu in met mijn Benefit Roller Lash Mascara. En de nep wimpers die ik op ga doen zijn van de Primark in de stijl 822. Deze zijn ideaal voor deze look, want ze zijn heel flirterig, heel wispy. En dat is gewoon echt heel romantisch. Dus deze ga ik opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik vind er gewoon echt goed uitzien. Het is zo anders. Het is zo uniek. Je kunt ook gewoon natuurlijk gewoon ingaan met een zwarte eyeliner. Maar ik vind het wit en het echt heel apart maken en heel uniek. En ik vind het beter staan zelf dan dat ik had verwacht. Maar goed, ogen is dus nou helemaal klaar. Ik ga verder met het gezicht. Ik ga bronzen met mijn Heatwave bronzer van Flower Beauty. Normaal zou ik dan nu ingaan met blush, maar blush heb ik al aangebracht. Dus ik ga gewoon gelijk naar highlighter. Ik heb deze nieuw binnen gehad, ook van Pixi. Hij is rozig, maar ik denk dat hij iets te roze gaat zijn. Maar ik wil hem toch gewoon proberen. Dit is in de kleur Rose Dew. En ja, hij leek mij mooi met de look. We gaan zien of het too much gaat zijn of niet. Oeh, mooi. Ja, het is wel echt rozig. Maar wel mooi. Het is lekker heftig. Ja, het is wel echt rozig. Het had echt iets lichter moeten zijn. Jongens, ik vind het echt mooi. Ondanks het feit dat het zo rozig is. Ik ga nog wel ook in met mijn Mary Lou highlighter van de Balm. Dit is gewoon een hele lichte champagne kleur. En die breng ik aan op mijn neus. Ik denk dat die andere te roze is voor op mijn neus. En dat zou niet mooi zijn. Dus gewoon dit zo. Met wat er nog een beetje op de kwast zit. Een beetje onder mijn wenkies. En that's it. Dan de lippen. Ik ga voor een kleur die de meeste mensen denk ik niet zouden matchen met deze ooglip. Maar ik ga het toch gewoon doen. En het wordt rood. En het wordt deze MAC Cosmetics lippotloodje en lipstick. Beide in de kleur Ruby Woo. De meest bekende rode lipstick die er bestaat. Dus ik heb zowel de lipstick als het lippotloodje in die kleur. En in die look die ik zag dus online heeft zij dat ook gedaan. En ik vond het gewoon super mooi uitzien. Dus ik ga het ook doen. En op die manier kan ik toch een beetje rood terugbrengen in de look. Want ja, rood is gewoon echt een Valentijn. Maar je kunt ook gewoon ingaan met een roze nude kleur of zo. I love it. Dit is echt nog steeds tot aan de dag van vandaag de mooiste rode lipkleur die er gewoon bestaat. Met een mooie blauwe ondertoon. Het is een echte true red. Echt een originele, goede rode kleur. I love it. En dan sluiten we de look af met wat fixing spray. Ik ga in met mijn Clarins Hydrating Mist. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn Valentijn 2022 make-up look. Wat vinden we ervan? Ik ben zo benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Ik heb vandaag heel veel gedaan op andere manieren en nieuwe producten. En gewoon van alles wat ik normaal niet zou doen. Uiteindelijk is letterlijk alles goed gegaan. De witte eyeliner. Daar was ik het meest nerveus over. Maar ik vind het echt heel leuk. I love it. Echt super apart. Als je deze look wilt recreate, maar iets meer draagbaar wilt maken. Iets minder heftig. Ga dan gewoon in met een zwarte wing en gewoon nude roze lipjes. En dan is het wat minder heftig. Maar ik vind dit gewoon echt leuk. Het is draagbaar en toch een tikkietje apart. I love it. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video en hier iets aan hebben gehad. Let me know als je deze look ook gaat maken. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat je ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!